Vrienden, ik wou vandaag even een klein huishoudelijk dilemma even in de groep gooien. Gewoon iets wat we allemaal wel eens een keertje bij de hand hebben gehad, maar waar Jut en ik nogal verschillend over denken. Ja, wat gebeurt me dus een paar weken geleden? Ja, was ik jarig. Ja, ik kreeg van iemand een cadeautje. Maar ja, soms gaat het zo met cadeautjes, dat weten jullie ook wel. Ja, dan denk je bij jezelf, ja, ben ik hier nou wel zo blij mee? Ja, weet je. Dus, wat kreeg ik? Ik kreeg zo een parfumetje, oh, de toilet, weet je, zo'n luggie kreeg ik. Nou, en ik probeer dat luggie en ik denk, nou, ik dacht, nee, weet je wel, nee, ik ga niet zeggen dat ze de geur van een bejaardenhuis in een flesje hadden gestopt. Zover ging het niet, maar het was niet mijn luchtje. Nou, dus ik zit met dat flesje en ik denk, ik terug, hup, in het doosje. Ik denk, nou, dus ik zeg tegen Jut, ik zeg, nou, dat ga ik gewoon aan iemand anders geven die binnenkort gewoon jarig is of zo, of die een cadeautje moet hebben. En dan geef ik dat ding weg. Nou, daar had ik wat gezegd, vrienden. Oh, die Jut, die ging helemaal los. Ja, die begon gelijk van, ah, oh, maar dat kan je niet maken, dat is onfatsoenlijk, en dat kan je niet, dat kan niet. En het ging zo maar door. En ik zei, hoezo? Onfatsoenlijk? Ja, nee, dat kan echt niet. Houden, je moet het gewoon houden. Ik zeg maar, wat is er nou onfatsoenlijk? Ik bedoel, dan zit ik dus met een flesje voor de komende 15 jaar. Want ik ga het dus niet gebruiken, dan staat het dan maar. Is dat dan fatsoenlijk? Of ik gooi het gewoon weg. Dat kan ik ook doen. Ja, en dan klaar ermee. Is dat dan fatsoenlijk? Nee, zeg ze maar. Weet je, het is met zorg uitgezocht. En dan moet je dus ook met... Ja, maar ik zeg, ik heb het met zorg teruggezet in het doosje. En ik ga het ook met zorg weer aan iemand anders geven. Ja, dus... Die discussie krijgen we. Nou ja, het is niet doorgegaan. Dus ik zit nog steeds met het luggie. Maar ja, dat gaat nergens heen. Omdat Jut dat wil. En, ja, dus vrienden. Ik vraag aan jullie. Hoe zit het bij jullie? Thuis. Wie wint die discussie? En hoe gaat dat? Ja, ben benieuwd.